Hier liggen die lekkere tuinbonen. Ik ga er een salade van maken. Ik begin met de tuinbonen doppen. En dat doe ik om het kontje, dat knak ik altijd een beetje om. En dan komt er een soort van sliertje naar beneden. En dan kan je hem heel makkelijk zo openklappen. En dan wip je zo de boontjes eruit. Het is altijd wel een beetje een priegelwerkje hoor. Wil je het recept weten en zelf ook maken? Ga dan naar onze Foodmakers website. Nu ga ik beginnen met het hakken van de lente-ui. Die kan alvast in de bak voor de salade. Samen met de kruiden, bijvoorbeeld basilicum. En hak het een beetje grof. Zo. Kan er ook bij. Little jam. Het kontje natuurlijk afsnijden. En dan kijk ik altijd even of de buitenste blaadjes wel mooi genoeg zijn. Deze vind ik niet zo heel erg mooi, dus die doe ik dan eraf. En dan drapeer ik die alvast een beetje in de schaal. Dan kan ik het alvast een klein beetje door elkaar husselen. Kun je gewoon met je handen doen. Dan heb ik nog hele mooie radijsjes. Dan zie je meteen dat dat iets opfleurt, die mooie leuke kleur. Dan begin ik met de dressing. Die is heel erg makkelijk. Met een beetje citroensap. Klein beetje olijfolie. Doe ook een heel klein beetje honing bij. Goed mengen. Even proeven. Heel erg lekker. Ik ga nu de boontjes koken. De tuinboontjes heb ik gekookt en zijn al afgekoeld. Dan meng ik die samen met de dressing. Zo. Nu kunnen de bonen over de rest van de salade. En ik meng altijd met mijn handen. Lekker met verse kruiden ook. En als laatste de geitenkaas. Die brokkel ik er gewoon overheen. En dan is de bonensalade klaar. Met kakelverse tuinbonen. Wil je het recept weten en zelf ook maken? Ga dan naar onze Foodmakers website. Ik heb natuurlijk ook kersen geplukt. Dus daar ga ik iets lekkers van maken. Namelijk een salade met kersen, een charlotte voor in de dressing, walnoten, bietjes, gorgonzola, gemengde groene salade, balsamico, mosterd en een beetje piment. Ik begin met wat kersen te hakken voor de dressing. De kersen mogen in een bakje. Flinke dot mosterd erbij. En een charlotte ga ik nog hakken. Dan kan een klein beetje balsamico zijn. Het gaat er om alle ingrediënten bij elkaar en dan goed husselen. Piment. Zo, proeven. Lekker. Ik heb het ook een beetje grof gehouden. Vind ik altijd wel fijn voor een beetje een bite. Oké, ik ga het bord opmaken. Ik begin met de salade. We kunnen dan de bietjes overheen. Die heb ik al in plakjes gesneden. Nog een beetje uit elkaar halen. Dan hebben we de gorgonzola. Dat is lekker een klein beetje een kliederboeltje wordt dat. Maar ik vind dat juist altijd wel heel lekker, want dan is hij goed op temperatuur. En lekker zacht en smeuig. Dan hebben we nog de walnootjes. En dan als laatste die hele lekkere kersendressing. Drapeer ik er zo een beetje overheen. Nou, Aart. Ja, dat was smullen. Ik ben benieuwd of je het lekker vindt. Nou, we gaan het eens proberen. Dit is dus met de kersendressing en gorgonzola en walnoten en de tuinbonensalade. Oké, ja. Tuinbonen zijn lekker. Nou, dat is echt lekker. Ja. Tevreden? Jij hebt nog een heel lekker drankje meegenomen. Om in de kerstsferen te blijven. Om een kerstsapje. Ik wil dat wel eens proeven. Komt het ook van de kersen hier uit de gaard? Ja. Proost. Ja. Zo. Vind je ervan? Lekker. Nou, dit is echt puur kersen. Ja. Heerlijk. Dat proef je.